Goedenavond allemaal, welkom bij weer een nieuwe live video. Vandaag ga ik met jullie een smoked eyeliner maken. Dus ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Zie je mij te filmen, Leon? Misschien. Ik word een beetje ongemakkelijk als je mij gaat filmen. Ik ben aan het stoppen. Goedenavond allemaal. Goedenavond Shirley en Wilma. Goedenavond Anke en Linda. Hallo Debbie. Oh. Kijk, daarom ben jij hier, hè, Leon. Als ik weer wat laat vallen. Ja. Hallo Gemmy en Johanna. Goedenavond Greet. En Kitty. Wil jij het raam misschien open doen? Ga je mijn live kijken? Ik heb mijn assistente er weer bij. Wil je nog even laten zien? Jullie hebben wel eens vaker gezien, voor degenen die vaker meekijken. Hallo allemaal. Die paal. Dat is mijn... Mooie ketting, hè? Dat is mijn diadeem. Nee, dat is mijn ketting. Is je ketting. Wil je me echt houden? Nee, natuurlijk. Hallo allemaal. Vanavond ga ik een smoked eyeliner maken. De lieve jongen is er weer. Hoi Leon, vraagteken. Hij gaat zelf ook maar even meekijken. Ik ga vast lekker beginnen met de verzorging. Ik ga beginnen met de eye contour crème. Hallo allemaal. Geen zeggen gezellig lang geleden dat hij jouw assistent was. Ja, dat was volgens mij in de winter, of niet? Was dat in de... wel heel lang geleden, ja. Ja, dat is wel een tijdje terug. Wat heb je ook mooie nagels, dankjewel. Hoi krullenbol. Mooie kleur nagels, Lindsay, dankjewel. Is hij een model voor vanavond? Nou weet je dat ik eigenlijk... Ik zei tegen Leon, ik zeg eigenlijk moet jij zitten. De vorige keer had je dat beloofd, ja. Om jou op te maken. Ja. Nee, maar ik wou eigenlijk Leon neerzetten en dat hij dan de live opende. Dat iedereen zoiets had van, huh? Na de eye contour ga ik met de Sensitive Repair verder. Zo. Hallo Melinda. Ah, het is hem. Was wel leuk geweest. Oh, eigenlijk hadden we moeten doen, hè, Lee? Mm-hmm. Anke zegt ook, hoi Leon, goedenavond. 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 Even kijken. Na de huidverzorging ga ik verder met de primer. En ik ga de Flawless Face Primer erbij pakken. En dit keer kan mijn make-up er vanavond op blijven, want ik ben een paar dagen vrij. En wij gaan zo meteen... gaan we heen? Naar de stad. Naar de stad, ja. Gaan we even wat drinken. Hoe is het met je lieve oma? Hallo Annelie. Ja, goed is met mijn oma. Die zit lekker op de bank. Ik weet niet wat ze eigenlijk aan het doen is. TV kijken toch? RTL Boulevard of zo. Wat? RTL Boulevard. Oh, RTL Boulevard. Ik verstond echt een boerenverhaal. Ik dacht ja, nou. Ik zei het ook. Gezellig. Ik heb gisteren een peeling gedaan op mijn huid. Dus mijn huid is een beetje gevoelig.
Hij heeft die parel. Ik heb, mag ik hem even laten zien? De stad is dat Nijmegen? Nee. Nee. Dit is mijn diadeem. Die heb ik hier altijd hangen, maar ik heb hem eigenlijk nooit in. Want het werkt voor geen meter en mijn haar blijft erin hangen. Kijk maar, dit is... ja, maar Leon had hem om zijn nek en die probeerde hem van deeën af proberen ja, te doen. Toen bleef hij hangen. Goedenavond allemaal. Wie heb je gezellig bij je, Lindsay? Leon, mijn assistent. Ja, kom maar even laten zien, want er zijn er wel een aantal nieuwe. Wil je oma niet een keer als model? Ik denk dat ze dat wel weer een keertje... Dit is Leon. Ik denk dat mijn oma dat wel weer een keertje leuk vindt. Mijn vriend wil echt niet meekijken als ik make-up. Het is mijn beste vriend. En die wil zelf ook op een rob gemaakt. Die is meer jaloers dat ik... We gaan het zo meteen doen. Even highlighten. Een beetje highlighten mag je wel op. Hallo Femi. Ah, leuk. Hey Leon. Je wordt meer begroet dan dat ik word begroet. Ik ben al kokende aan het kijken. Lekker, wat ga je maken? Ik begin ondertussen lekker met dat roze concealer. Even die kringen onder de ogen wegpoetsen. Hallo Leon. Wat een lekkere kop met krullen, Leon. Love it. Yeah. Dat was Sirius. Hallo ja. Maaike. Toch een keertje leuk om Leon als model in je lijf. Wat we wel een keer kunnen doen is op mijn eigen pagina lijf dat jij mij gaat opmaken. Dan kan je kan niet make-up, toch? Ja, heb ik heb wel eens een keer mijn zusje opgemaakt. Die zei, nou, ik ken het best wel. Zometeen kan je vet goed opmaken. Ja, ik weet wel hoe je het aan moet brengen. Zo. Knappe jongen ben je, Leon. Hij wordt helemaal rood daar in de hoek. Ja. Hoeveel volgers heb je nou eigenlijk? Nu? Ja, nou, gewoon meestal. Het verschilt heel erg. En kijk, een beetje roze concealer. Nou, ik heb hier een grote vriend, die stip ik ook even aan. Ja, goed Monika, dankjewel. Hoe is het met jou? De roze concealer zit erop. Ga ik verder met de High Cover Concealer. En voor degene die nu net binnenkomen, die denken, ja, wat ga jij doen vanavond? Ik ga vanavond een smoky eyeliner maken. En dat ga ik met oogpotlood doen. Met, om precies te zijn, 2 oogpotloden. Oh, is je BFF bij je? Ja. Ik vind het altijd leuk om met een live mee te kijken. Hij bood het zelf aan. Ik eet zo patat en carbonade. Lekker. Hallo, enorm gehaast. Maar ik ben daar gezellig, Wendy. Nou, die high cover die breng ik aan over die roze concealer. Nou, dat verschil zie je al vrij snel. Het wordt gelijk extra gecamoufleerd en het is meteen een stuk rustiger. Gaan we de andere kant natuurlijk ook doen met die high cover. En ik ga aardig wat high cover hier op het pukkeltje stempelen. En het ooglid nemen we lekker mee. Ik vind het altijd mooi als het ooglid ook lekker een beetje egaal is, want ik heb daar nog wel wat adertjes lopen. Zo, goedemorgen. Ik wil echt adertjes zeggen. Een adertje onder het make-up. Ja. Adertje onder het make-up, ja. Zo. Dan gaan we verder met de foundation. En ik ga de Suède met de Honey mixen. Ik heb niet meer zo heel veel Suède. Dus ik moet even het dekseltje eraf halen. Zo. En dan een heel klein beetje van de Honey.
geluiden allemaal buiten, zeg. Ja, die zitten in die boom met kinderen. De kinderen zitten in de boom? Ja, daar hebben ze een boom die omgevallen is. Oh, dat heb ik ook niet gezien. Vandaag zo'n leuke... Ik kan het niet uitspreken. Shoot gehad. En zo nieuwsgierig naar de foto's. Wat leuk, Esther. Ik moet de honing ook even openmaken. Die is ook bijna op. Het is een boudoir. Shoot. Ik spreek toch alles verkeerd uit. Dus ik zal mijn mond wel houden. Shoot waar ik de make-up verzorgde. Wat leuk. Wanneer krijg je de foto's ervan? En Anke zegt, het was een mooie dienst vrijdag met de crematie. Nou, fijn om te horen, Anke. Leuke oorbellen weer. Dankjewel, Maaike. Nou, ik heb de zwerren met de honey even gemixt. Tenminste, ik ga het nu mixen. En de honey gebruik ik echt voor wat meer warmte. Boudoir, ja. Nou, ik hoop dat ik het goed zeg. Als jullie last hebben van de kinderen in de boom, moet je het even laten weten. Dit ga ik zo iets beter verdelen. Dit ga ik iets beter verdelen. En dit ga ik lekker stempelen over het gehele gezicht. Maudie zegt, hey Lindsay, ik heb even je hulp nodig. Op een of andere manier komt de kleur van mijn concealer na het aanbrengen van de foundation er nog door. Op de plekken waar ik het heb aangestipt. Waarschijnlijk heb je het dan te dik aangebracht. En, hoe heet het? En dan heb je, ja, zeg maar, dan is het te licht eronder. En op het moment dat jij dan je foundation gaat aanbrengen, dan blijft het daar een lichte plek eronder. Wat misschien handiger is, wat je zou kunnen proberen, is om heel lichtjes je concealer aan te brengen in laagjes. En door het in laagjes aan te brengen, zou je zien dat het veel minder zichtbaar wordt onder de foundation. Hoezo jaag je ze er niet? Hoezo jaag je ze er dan uit? Ik jaag ze er niet uit. Ik weet ook niet waar ze zitten. Leon heeft ze gezien. Ik hoor ze niet, gelukkig. Waarom ook alweer stempelen, vraagt Annelies. Door te stempelen, tenminste in mijn... Bij mijn huid, zeg maar, werkt stempelen het beste. En ik vind dat stempelen een fijnere en een betere dekking heeft. Je kan het ook roterend aanbrengen. Ik doe dit eigenlijk niet vaak op deze manier, zeg maar, zo. Omdat ik heel vaak een droge huid heb. En dan met die schilfertjes vind ik dat nooit zo fijn. Nu valt het wel mee, nu is het zomer, heb ik daar minder last van. Maar sowieso buiten dat vind ik het stempelen, ja, vind ik mooiere dekking geven bij mij. Top, ik ga dat volgende keer even proberen. Lastig inschatten, nog wat nou, te veel is nog. Ja, snap ik, maar waarschijnlijk is dat het probleem. En met welke kleur concealer is het? Is het met de roze of met de groene of met de gele? Zo, een beetje zijkantjes mee. Gele en de extra light op rode plekjes. Ja, dan zou ik echt proberen om het lichtere aan te brengen. En welke kleur foundation gebruik je, Maudie? Ik zat al te denken, ik hoor kinderen, maar bij mij op straat is het rustig. Ja, dat is hiervoor. Als jullie er heel veel last van hebben, moeten jullie het zeggen, hoor. Dan sturen we ze weg. Nee, dan doe ik het raam dicht. Ik zie jou al weer naar buiten gaan. Ik zag je hoofd alweer. Hallo. Nu even weggaan. Naar de foundation ga ik wat bronzer aanbrengen. En ik ga voor de bronzer cacao. Ik gebruik nu de bisque. En heb jij een gele ondertoon dan, Maudie? Dat je de gele concealer gebruikt? Dat je een warmere ondertoon, zeg maar, hebt? Hallo Ineke. En Marjan vraagt, is dat je vriend? Nee, hij is helaas al bezet. Hé, Leon. Helaas wel. Helaas.
Nee, is mijn beste vriend. Ik ben met Leon ook, voor degenen die langer kijken, die weten dat ik met Leon ook naar Londen ben geweest. Niet alleen Londen, ook Griekenland. En ook naar Griekenland. Maar Londen was leuk, hè? Ja. Dat was allebei leuk. Ja. Goedenavond, Alda. Nee, meer neutraal. Ik heb de concealer 01 extra light. Misschien is die ook wel redelijk te licht voor je, zit ik te denken, bij de Bisque. Ik gebruik namelijk de Light bij de Bisque en bij de Suera. Ik kan jouw fotootje ook niet goed zien, want voor mij ben je echt zo klein. Ik kijk vanavond terug. Mijn dochter vraagt of ik mee naar stal ga. Gezellig, wat leuk. Fijne avond. Gebruik je de kleur sangria? Nee, ik gebruik nu de kleur cacao. En wat ik vanavond ga doen, is een smoky eyeliner. Ik ben een beetje aan bronzen bij de neus. Goedenavond, Bea. Jolanda is een beetje laat, geen probleem. Je nagels zijn leuk gedaan, dankjewel. Ik zal het laten zien, hè. Vandaag toevallig gedaan. Jullie zien dat altijd. Jullie zijn heel scherp. Ik had dat tegen mijn nagelstylisten nog gezegd. Ik zeg, dat zal ik wel in de live horen. Van, hé, je hebt je nagels weer gedaan. Jullie zien dat altijd wel snel. Ik heb voor de volgende keer trouwens, als ik mijn nagels ga doen, heb ik iets heel leuks. Oh. Onver. Oh. Nu is het nu wel goed, volgens mij. Ik heb namelijk voor volgende maand een afspraak gepland die wat langer duurt omdat ik iets wil. En die maand erop ben ik jarig. En dan heb ik iets heel leuks gezien. Dus ik ga twee leuke dingen doen. Maar ja, daar had ze iets meer tijd voor nodig, dus dat ging vandaag niet door. Dankjewel, Shirley. Nog altijd biap. Ja, en nu bijna precies een jaar dat ik dat doe. En vorig jaar waren mijn nagels echt niet zo lang. Smoky eyeliner, ik ben benieuwd. Ja, en ik ga het met potlood doen, Chantal. Ola, is het water of wodka in het glas? Wodka. nee, is water. Kun je, Debbie vraagt, kun je mij helpen, Lindsay? Ik heb normaal de foundation Suède, maar sinds de vakantie een aardig kleurtje. Maar de cashmere is niet een goede opvolger voor mij. Heb de cashmere ook al met de honey geprobeerd. Is wel beter, maar nog niet perfect. Ik kom er niet uit, waardoor ik nu helemaal geen foundation meer op doe. Maar is het gezicht wat warmer? Is het zeg maar een beetje bijvoorbeeld mijn huidskleur? Ik heb ook altijd de Bisque en dan de Suède. En nu is de Suède net iets te licht. Dus doe ik een heel klein beetje honey erbij om iets meer warmte te creëren. Als ik de cashmere pak, dan wordt het bij mij koeler. En dan wordt het bij mij te koel, waardoor het flats gaat ogen. Ik ga ondertussen de blush aanbrengen. En ik gebruik de blush Coral. Ik gebruik vandaag mijn twee favorieten. Dus de cacao met de Coral. Ik kan Coral niet normaal uitspreken. Haley? Wat? Coral. 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 Zweren met honey is een goede match. Ja, wel. Ik vind het een hele fijne match. Nou, de Coral geeft lekker wat warmte in het gezicht. En ik breng hem ook een klein beetje mee omhoog. Breng hem iets meer naar binnen. Zo, dan hebben we weer lekker een kleur in het gezicht. Ja, zoiets is het. Het is letterlijk bulder in een bottle, heet het. En het versterkt, zeg maar, ja, het versterkt je nagels. Deze heeft het alleen niet overleefd deze maand. Onze werk gebeurt. Dat zal je net zien. Altijd net voordat je naar de nagelstylist gaat, dan breekt je nagel af. Dankjewel, Maaike.
Ja, bij mij is de cashmere ook te koel inderdaad, dus ik kan beter dus verder met de honey mengen. Ja, dat zou ik zeker adviseren. Een keertje weer de champagne als highlighter gebruiken. Want weet je niet, ik heb de laatste tijd heel veel de rosé gold erbij gepakt. Weet dat kind nou Lindsay? Ja, je moet komen. Ja, ik meen het. Ik word echt... Of is Lissy? Nee, Lindsay zei ze. Oh, okay. Twin, een naamgenoot. Lindsay, kom! Even kijken. Doe ik een highlighter kwastje. Waarom nooit een brons? Ja, die pak ik er ook wel eens bij hoor. Maar die pak ik sneller in de winter, heb ik het idee. Omdat ik dan wat lichter ben en dan zie je die wat beter. Ik heb de tester van de Ruby, die vind ik ook erg mooi. Had deze week gecombineerd bij de oogschaduw Sol, Sangria, Golden Baby en Crème de la Crème. Echt een mooie combi. Oeh, leuk. Klinkt als een hele mooie combi. Doe jij dan 50-50? Ik doe iets meer suède dan de honey. Ik ga trouwens eerst nog even wat finisher aanbrengen. Ik gebruik de finisher zaad in. Zo, deze zorgt dat alles lekker gefixeerd wordt. En dan gaan we de highlighter champagne erbij pakken. Hallo Wendy. Hoe vindt Leon jou in de make-up? Dat is een vraag voor jou. Hoe ik jou vind in de make-up? Ja. Qua hoe je eruit ziet? Ja, dat weet ik niet. Wat je aan het doen bent? Ik heb geen idee, dat staat er niet bij. Even, dat is de tweede vraag. Ja, dat is de vraag van Leon weer terug. Hallo Asia. Want ik zag vorige keer in de winkel riepen ze ook Monica. Dacht dat het op mij was. Dus ik antwoord. Die keek me maar raar in het oog. Dus het was niet op mij. Nee, gek is dat als je dan je eigen naam hoort. Dat heb ik een keer in de supermarkt gehad. Ja, dat zei toevallig ook. In de winkel. Ja. Ik heb het altijd als ik iemand zie zwaaien. Dan ben ik geneigd terug te zwaaien. Dan is het voor degene achter me. Maar ik zwaai dan al. Ik ben altijd al te laat. Gezellig, Marie-Claire. Ik had het van de week nog. Dacht ik dat ik mijn vader zag rijden. Toeteren, zwaaien, joh. Waarom zwaait hij niet terug? Was het hem ook helemaal niet. Het was heel iemand anders. Leek niet eens op mijn vader. Hallo, Ans. Nou, Margaret, we zijn benieuwd hoe je het bedoelde. Ja. Als jij dat met het poeder doet, ja. Zie je allemaal glitters om je heen. Ja, dat kan. Dat is highlighter. We gaan even de wenkbrauwen doen. Een projectgroep met 3 collega's, 1 man en 2 Karins. Geef leuke reacties. Karin. Wat vind jij van make-up? Ja, vertel, Leon. Ik vind make-up leuk. Ja, vind je het leuk? Ik draag soms ook gewoon make-up. Highlight.
Highlighter vindt hij leuk, glitters. Lekker als je uitgaat. Een shiny helemaal. Helemaal make-upless. Ziet er leuk uit, hè, Leon, als je ziet het dwarrelen in de zon. Ja. De meeste mannen vinden naturel mooier. Ik denk dat ze de make-up bij mij bedoelt. Oh ja, nou, hoe we uitbinden groen beter. Maar jou maakt er nooit zoveel uit. Nee, maar daar hou ik ook van. Als ik make-up zou doen, zou ik ook helemaal uitbundig doen. Ik kan wel knalroze Fantasia eyeliner bij je doen. Ja, zullen we dat doen een keer als we live gaan? Dat kunnen we wel voor dat festival doen. Wij gaan naar een festival, wat, ik weet niet eens meer hoe dat festival heet. Ik vergeet het altijd. Loveland gaan we heen. Kunnen we even een leuke look maken. Leuk. Met glitters, van die grote glitterknoppen. Van die grote glitterknoppen. Wat vind je nou van die unicorn? Gebruik je die vaak? Ja, ik vind ze prachtig. En ik heb een foto gezien op de Mintens Fans & Friends groep. Dat twee mensen, ik weet even niet meer wie uit mijn hoofd, hebben een look gemaakt. En dat was volgens mij ook met de unicorns. Het was heel gaaf, want dat volgens mij was met roze en met geel. En die wil ik dus ook na gaan maken. En dat wil ik doen met een van de unicorns, of met twee. En dit vind jij ook wel leuk, Leon, die unicorns. Ga maar even kijken. Van die stickertjes. Nee, dit is een, kijk, dit zijn de unicorns voor degenen die het weten. Oh, ik dacht dit is echt een paardje met een eenhoorn. Nee, het is geen paardje met een eenhoorn, maar het is echt van die felle, hoe is dat, holographic kleurtjes. Ik ga een groen pakje fixen. Kijk, het is echt heel gaaf. Dan wil ik dit op. En dat kan. Dat is de lime. Je moet lime niet onder je ogen doen. Is het lime? Stuk. Mijn tante heeft 3 dochters, die zijn allemaal met Hans getrouwd. Oh, dat is toch geweldig. 3 Hansen. 3 Hansen. Weet je wat zou ik arm, zeggen? Toch? Ja, dat zou wel kunnen. Hans betaalt de schade. Nou, is in dit geval echt waar. Welke kleur van de unicorn raad je het meeste aan? Oh, ja, ik moet kiezen. Ik vind de pink zelf het mooiste. Unicorn pink. En natuurlijk de unicorn gold. Gold. Die had ik wel als highlighter kunnen doen. Die zijn hele mooie, die unicorn gold. Kijk, oh ja, we gaan even van de champagne naar de gold. Oh, ik vind dit zo mooi. Ja, sorry, we gaan naar... De champagne even een beetje. We gaan de unicorn gold even een beetje gebruiken als highlight. Je begint over de unicorns en ben gelijk weer helemaal in de unicorn vibe. Kijk, je ziet die glittertjes. Die vind ik zo mooi. Debbie zegt, klopt, dat was mijn eerste uitdaging in de groep. Ik plaats af en toe een lookje om deze dan met de rest samen... om te zetten in Mintens kleuren. De eerste was met unicorn kleuren. Ja, erg leuk. Ik wil hem ook nadoen. Welke kleur had je gebruikt? Dan leg ik die apart. Misschien dat ik hem morgen wel ga doen. Oké, dan gaat die op mijn lijstje. Kun je de unicorn gold ook als highlighter gebruiken? Nou, dat zie je. Dat ben ik toevallig nu aan het doen. Dus dat kan zeker. Je kan ze allemaal als highlight gebruiken. Alleen bijvoorbeeld de blue en de green hebben echt een beetje een blue en een green ondertoon. Dus die zou ik iets minder snel als highlighter gebruiken, maar de andere sowieso kun je sowieso gebruiken. Oké, ik ga ook een heel klein beetje highlight onder de wenkbrauw alvast aanbrengen. En dit is weer de unicorn gold. Dus het is eigenlijk een oogschaduw, maar die gebruiken we nu als highlight. Lekker een beetje zo. De glow eronder, lekker een beetje zomers. Het zonnetje mag wel weer gaan schijnen. Oh. Ja, Leon komt net uit Bonaire, dus die mag niet zeuren. Ik was aan het typen, geen probleem. Zo. Ik vind het zo wel mooi, hè? Met alleen de highlighter onder de wenkbrauw. Oké, dan pakken we een wenkbrauwkwastje erbij. Want dan gaan we nu echt beginnen aan de wenkbrauwen. En ik ga voor de pomade Dark.
Omdat dat wat mooier is bij die smoky eyeliner die we zo meteen gaan maken. Heel mooi. Ja, is mooi. Hè? Ik vind hem zo mooi als highlight. Och, moet je zien. Ik kan met het stompe nageltje niet eens mijn dingetje openen. Oké, de pomade dark, daar gaan we. Welke kleur vind je nou het mooiste ervan, van de unicorns? Oh, moest ik nog kijken. Ja, jij moet nog kijken. Leon vindt deze kleur mooi. Er zit toch geen verschil in? Jawel, doe ze maar even open. En dan moet je ze op je arm swatchen. En als je dat hebt gedaan, mag je het ook even laten zien als je wil. Daar zijn ze altijd blij mee als je swatches laat zien. Oh ja, ik zie het nu wel, ja. Ja, mooi, hè? Je moet wel wat beter swatchen, anders zien ze het niet op beeld. Ja, het valt allemaal op. Het valt allemaal op de grond. Hij pakt letterlijk dat dekseltje, zeg maar, haalt hij eraf. Je opent het ook niet goed. Oh, ik krijg een error als je dit doet. Kijk, je hoort hem zo te openen. Weet je hoe Leon hem opent? Ik durf het niet eens na te doen. Dat gaat beter. Nu zit ik onder de glitter. Lime is een heerlijk. Slaat op mijn strot. Ik schrok van jou. Oké, Leon gaat even snel presenteren. Mijn mannelijke handen. Tata. Weet je nog welke wat is? Ja. Even. Dit is blue. Ja. Dit is green. Ja. Dat is purple. Ja. Roos. Pink. Goud. Oh, pink en goud. Ah, ja, oké. Goeie swatches. Ik vind de blue het mooist. Dat is de onderste, hè? Ja, die is ook wel mooi. En goud. Ik vind het goud het mooist. Maar die staat ook heel leuk bij je nagels. Ja, wist je dat je deze poeders ook op je nagels kunt gebruiken? Nee. Nagellak? Ja, iemand vertelde mij dat een keer. Dan moet je nagellak opdoen volgens mij, dan een beetje poeder. En dan weer nagellak, zoiets. Ik heb geen verstand ervan. Ik ga voor goud en groen, zegt Sandra. Welke gaan jullie? Laat het even weten allemaal. Mooi bruin, Leon. Ja, vies, hè? Daarom mag je eigenlijk ook niet in beeld. Maar goed. Wat? Dat je zo bruin bent. Top assistent. Zometeen ga je nog... Ze vonden mijn handen bruin. Ja, zometeen ga je nog geld vragen. Ja, ideaal onder de topcoat. Even in de lamp gaat perfect. Superleuk. Oké, we gaan beginnen met de ogen. Pink en goud, blauw en pink, groen, rosé en goud. Ik vind die blauwe ook wel heel mooi die jullie het zien. Ja. Zal morgen alle kleuren unicorn gebruiken in één look. Oeh, dat is leuk. Kunnen jullie niet van de week live dan gaan? Mij? Ja, maar het is wel mijn eigen pagina. Ja, dat kan toch. Want donderdag ben ik er niet, jongens. Doe het morgen. Dat zou ik niet daar hebben. Oké. Kijken we even. Laten we het wel weten. Met een vinger of sponsje op droge nagellak doen. Goed wrijven tot je tevreden bent met hoe het lijkt. En dan een topcoat. Dat is echt leuk. Wat leuk, jongens, dat jullie dat allemaal zo creatief doen. Ik vind blauw en goud het mooist. Ik ga de roze en de gouden bestellen. Superleuk, Chantal. Ik ga beginnen met mijn look. En ik ga beginnen met de kleur. Kleur. Hint. Ik swatch hem niet heel mooi, zo hier. Lijkt Leon weg. Ah, lullig. Ik ga wel naar je hoofd letten. Dit is de kleur Hint.
kan op kleur, op zwart geeft een ander effect dan op bijvoorbeeld witte nagellak. Wat leuk jongens, nou zo leren we nog eens wat. Of nee, ga ik de Safari gebruiken. Ik vind die kinderen echt een beetje irritant. Ik ga de Safari even zoeken, ik heb toch meer zin in de Safari. Kijk, die is wat warmer, past ook leuk bij mijn oorbellen. Sorry, nee, jullie hebben wel even de hint gezien. Het is ook een fantastische kleur. Maar ik wil toch voor iets warmers gaan. En om de nagels heel te houden, hè, kun je gewoon een pincetje gebruiken om de bakjes te openen. Wat is het verschil tussen de Safari en de hint? Dat ga ik je laten zien. De hint is wat koeler van kleur en de Safari heeft wat meer warmte. Kijk, dit is de Safari, die is wat bruiner. Je ziet dat die hint is wat koeler. De hint heeft ook wat meer roze erin. Ik weet niet of je dat een beetje kan zien in het licht. En die gaan we gebruiken om hier een beetje in de arcadeboog aan te brengen. Ik ga hem niet heel rond maken, ik probeer hem wat rechter te maken. Hier maak ik het ook een beetje wat donkerder. Zet hem weer een beetje naar rechter streep. Leon, wil je het raam misschien dicht doen? Ja, het is echt overprikkeld van die mail in die kinderen. Is kinderen niet mail? De mail hoor ik, ja, heel erg. Vreselijk aanhuilen. Dan breng ik het een beetje recht aan. Dus niet helemaal rond. Ik ga niet helemaal rond maken als het ware. Hier de binnenkant nog een beetje. Stempel hem ook een beetje in het begin. Ik moet die beesten geluid maken, hè? Jemig. Behoorlijk, hè? Jolanda die weet het ook wel. Zo, dus dit is eigenlijk echt een beetje een schaduw voor de onder. Voor de bij, als het ware. Krijzen kunnen zie je echt, hoor. Ik had net echt dat ik dacht van, nou, ik hoor nu tenminste. Ik hoor wel wat, maar ik hoor alleen maar meeuwen. Zullen we de Unicorn Gold dan maar ook gewoon op de ogen gaan gebruiken? Het is natuurlijk beter eerst de wenkbrauw te doen en dan de oogschaduw om de vorm aan te passen. Kom ik nu pas achter. Ja, ik vind het altijd fijner om de wenkbrauwen eerst te doen. Nog net op tijd voor de ogen. Gelukkig, Mieke. Ik zal trouwens de Unicorn Gold even ook zwartje erbij. Zal ik die kleur gebruiken of een andere kleur? Dit is de Unicorn Gold. Wat zal ik doen, Leon? Het is wel mooi, hè? Met die unicorn kleur op het midden. Ja. Een beetje. Heel lichtjes. Zal ik mijn vinger een beetje doen? Een hele zachte, subtiele glow. Dit vervaag ik gewoon even met een andere vinger. Dus met de een breng ik het aan.
Met de andere vervaag ik het een beetje. Hij hoeft niet mega aanwezig te zijn. Het gaat echt om een beetje dat hij gewoon oplicht op het ooglid. Gezellig, Desiree. Dank je wel. Ze hebben allemaal unicorn gold. Hier. Overal. Prachtige kleur. Tot zo. Leon is me zat. Ik wil niet meer assisteren. Zo. Ik vind hem eigenlijk ook mooi. Dan pak ik het bruine potloodje erbij. En ik zorg dat ik die even heb geslepen. Dat er een puntje aan zit. En dan zetten we een streepje boven en een streepje onder. En het streepje onder, die nemen we een beetje mee naar de buitenkant. Op deze manier. Mijn zoontje Oscar vraagt zich af wat het gaat worden. Die is gewend dat ik grimeerfilmpjes kijk. Nou, dan wordt het een hele grote teleurstelling. Want er komt niet opeens Shrek of zo tevoorschijn. Ik pak een eyelinerkwastje. En daarmee ga ik dit bruine potlood vervagen. En daardoor krijg je eigenlijk al een beetje, misschien zien jullie het, een smoky effectje. Een unicorn op je voorhoofd kan altijd met een unicorn gold. Ja, echt hè. Nou, je kan hem nog even een beetje wat meer meepakken. Oh, hoeft niet helemaal daar, maar goed. We nemen hem wel een beetje mee die kant op. Als ik oogschaduw op mijn kwastje doe, dan valt er veel af. Als ik het op het ooglid aanbreng, het dwarrelt dan overal heen. Wat doe ik verkeerd? Waarschijnlijk heb je het dan op dat moment nog niet goed verdeeld in het kwastje zelf. Dus op het moment dat jij het oppakt, dat het zo, dan gaat het dwarrelen. Zorg echt dat je het goed verdeelt, desnoods even de kwast aftikt voordat je het gaat aanbrengen. En dan zit het goed in jouw kwast om te kunnen gebruiken. Andere. Aan deze kant hetzelfde, het bruine potloodje pak ik. En dan doen we weer dit figuurtje. Ik weet niet zo goed wat ik het voor figuur moet noemen. Het lijkt een beetje op zo'n krokodillenmondje. Dit is een staart. Het krokodilletje noem ik het. Maakt het krokodilletje, die gaan we blenden. Vanaf de onderkant gaan we hem hier ook een beetje naar buiten blenden. Ik ga hem nog iets meer aanbrengen. Ja, deze heb ik natuurlijk iets te ver gedaan vanwege het stipje. Maar, poets ik gewoon even een beetje weg. Concealer kwastje er langs. Hoppakee. Ik ga dat proberen. Ik ben benieuwd. Miranda die vraagt, hey Lindsay, ik kom er net in. Welke kleurtjes heb je op de ogen? Ik heb de Safari en de Unicorn Gold op de ogen. Denk dat dit trucje niet handig is voor overhangende oogleden, denk ik. Dan zou ik hem wat korter houden.
Dus dan zou ik hem niet te ver doen. Of misschien iets meer naar de buitenkant. Dat je hem niet naar boven brengt, maar naar de buitenkant. Dan ga ik een ander potloodje erbij pakken, namelijk het zwarte potloodje. En die ga ik ook even door de slijper halen. Dat er een puntje goed aan zit. En dan ga ik hier ook een kleine eyeliner mee maken, zo gezegd. Ik zie dat die ietsjes ronder gaat. Oh, ik schiet mijn potlood weg. Kijk, dan hebben we Leon eigenlijk nodig, hè? Zo. Dan pak ik mijn wenkbrauwkwastje erbij. En ik pak een waterspuitje erbij. Ik maak heel even dat wenkbrauwkwastje schoon, aangezien ik net de pomade heb aangebracht hiermee. Spuit het kwastje een beetje nat. En dan pak ik een beetje van de Safari op. Ik kan ook een donkerdere kleur pakken, maar ik pak even de Safari. En ik ga dan even over een soort potloodje heen. En dat doe ik aan de andere kant ook. Heel klein beetje potlood op het kwastje. Ik vind het kwastje altijd zeer doen op de ogen. Ja, probeer hem echt te pletten, zeg maar. En die ga ik ook vervagen. Ik kan hem altijd nog met een wattenstaafje een klein beetje corrigeren. En dan doe ik de, hoe heet het? Het zwarte oogpotlood ook in de waterlijn. Oké.
tillen we hem even op. En dan doen we ook even de bovenkant. Zo. Ik ga een heel klein beetje van de poeder medium, van de wenkbrauwpoeder medium oppakken. En die een beetje gebruiken. Om de onderkant nog iets donkerder te maken, dat je iets meer dat smoky effect krijgt. Oh, hoe je een beetje heel donker. Een heel klein beetje, ga ik even een puntje eraan slijpen. Heel klein beetje een stipje zetten, dat je een beetje een cat eye effectje krijgt. Ik ben zo dom. Ik deed letterlijk dit. Nou, ik weet niet wat dat voor inzicht was. Maar goed, laten we de goede erop doen. Oh. Nu is mijn hele dopje onder de... Jongen, blond, hè? Oké, even kijken. Pak ik dit kwastje er weer even bij. En dan ga ik mijn mascara zometeen met een beetje een schuine manier aanbrengen. Waardoor we het nog meer een beetje cat eye-achtig maken. Ja, blijft goed zitten, Jannie. Ik ben echt aan het gooien met alles. Even kijken. Pak even de mascara erbij. Die wimpers brengen we een beetje schuin aan. Ook heel lichtjes de onderwimpers.
Dus doen we de wimpers lekker scheef. Beetje highlight. Het soort is dat ik dus geen highlighter meer aan de binnenkant doe. Omdat ik dus een beetje dat cat eye-achtig heb gedaan. En dat wordt niet mooi als ik dan nu een highlighter daar aan de binnenkant ga doen. Dank jullie wel allemaal, weer lieve complimenten. Ik heb alleen niet van die mooie kijkers zoals jij. Dank je wel. Ik denk dat ik voor een subtiel glossje ga. Dat ik dat wel het mooiste vind bij deze look. Dus ik ben een heel zacht subtiel. Misschien een beetje van de Breathless eronder. Breathless, die happen we af. En dan doe ik de Jealous Much eroverheen. Heel subtiel, dat wel. Op een donkerdere klos. Nee. Nee, dat vind ik niet. Misschien de Breathless, ik vind de Breathless misschien te warm nog eronder. Misschien gewoon alleen de Jealous Much. Of de Nude with an Attitude. Die is net iets krachtiger. Toch vind ik dit ook weer heel mooi. Heel zacht of zo. Wat vinden jullie? Dit is de Jealous Much. En dit is de Nude with an Attitude. Misschien heel lichtjes. Heel klein je bruin potlood. Noot, 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 noot. Oké, jullie zeggen allemaal noot with an attitude. Dan wordt het Nude with an Attitude. Dit is hem dan. De Smoky Eyeliner Look. Ik vind toch de lippen net niet. Sorry. Het kan hoor, dat is het niet. Maar ik ben toch heel nieuwsgierig naar... Hoe de, hoe heet het, de Jealous Much alleen staat. Ik neig meer naar die lichtere kleur, ik weet niet waarom. Ja, ik weet niet. Ik vind dit beter erbij passen. Maar ja, dat is mijn mening. Maar nu hebben jullie ze wel allebei gezien. Dit is dus de Jealous Much, de 023. Die ik er nu bij heb gepakt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet trouwens allemaal niet een duimpje of een hartje achter te laten op deze video. Mocht je de look natuurlijk na gaan doen, tag mij erin.
Superleuk. Ben je nog niet lid van de Mintens Fans and Friends groep? Ja, dan is dit nu je kans om daar lid van te worden. De tekst staat er hieronder. Als je dat op Facebook intikt, dan kom je bij de groep terecht. Het is een hele leuke, gezellige groep. Waar heel veel inspiratie en heel veel foto's worden gedeeld. Dank jullie wel allemaal. Ja, komt goed. Wij gaan even de stad in. Ik kan voor het eerst mijn make-up oplaten. Daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. Ik ben blij dat ik niet twee verschillende ogen heb vanavond. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. En ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Donderdag ben ik er niet, want dan sta ik op de korte baan. Bij de paardenrennen te kijken en te doen. Dus dat leek mij niet verstandig om daar naar live te gaan. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. En ik zie jullie allemaal volgende week maandag weer. Hey, doei doei!